vandaag is overal Monumentendag en de gemeente die wou vanuit Tous les Jours. Dat is een thema en dan willen ze dus proberen om het toerisme een beetje meer op gang te krijgen in de gemeente. En in het kader van Tous les Jours hebben ze dus ingehaakt op Monumentendag. En nou is er in Rijen zijn er een aantal kunstenaars die meedoen. En wij dachten van nou, we gaan iets met ambachten doen. Persoonlijk dan, want de heemkundekring deed hier verder niet aan mee. Nou hebben we dus allerlei ambachten, mensen die daar mee willen helpen. We hebben een heel leger aan vrijwilligers die helpen mee. En dan vonden we het leuk om hier op het erf van alles te doen. Ja, een geschikte locatie, hè? Ja. We hebben van de zomer de rog gemaaid met een hele groep vrijwilligers, zo'n 35 man. En nu zijn ze dat graan aan het dorsen. En dat stro gaat naar Dongen. De heemkundekring heeft een Vlaamse schuur gehad. Die hebben ze afgebroken en die gaan ze opnieuw opbouwen in Dongen bij de IJzertijdboerderij. Oh, ja. En daar hebben ze stro voor nodig voordat er het riet op gaat. En dat stro van ons krijgen ze, maar toen hebben we gezegd oké. Als jullie dat willen, moet het maar zelf komen dorsen. Want vorig jaar hebben wij al een gedeelte voor hun zelf gedorsen met de vliegen, maar dat is een heel werk. Dus nou, dit jaar komen ze zelf met een hele groep zijn ze aan dorsen. En dan straks de roggen, die doen we wannen. Er staat ook een wanbodem in zijn wand, maar een ander gedeelte dat heel echt schoon gewand moet worden, doe ik zelf met een wanbord. En die roggen die doen we dan, gebruiken we zelf in de keuken voor in de soep. En we mengen het met rijst. Want we hebben dus ieder jaar veel Sint-Jansroggen. En wat moet je daarmee? Dus dan zijn we daarmee aan het experimenteren wat je kunt doen met Sint-Jansroggen. Nice. En verder, brood bakken ben je? Nou, ik heb brood gebakken. Voor straks voor de vrijwilligers krijgen allemaal soep en erfel en pap. En in de soep zit dus rog. En daar wordt brood bij geserveerd waar de rog doorheen zit. Ah, ja. Zo, leuk. En nou moet hier de was gebeuren. Ja. Maar ik heb je een bleek. Nee. Moet ik er nog iets hebben? Van men? Foto's? Nee hoor, nee, ik volg er even. Oh ja. Bedankt, Connie. Ja, dat is goed. Oké, ik ga niks missen. Hè. Kom zo. Ja, doe rustig aan. Nou, dit is wel een heel schoon slop. Ja. Ja, het is zuur. Ik kan de waas wel mee kunnen brengen. Moet me bij? Ja. Dat is een beetje iets. Ja, misschien de vorige. Oh, stom werk, hè? Veel stom werk. Ja, het is er uiteindelijk al veel beter van. Ja, je moet echt wachten. Dat is dan ook gezout, hoor. Ja, dat is echt. Dat was een wringer. Waar was je wringer? Hier, twee. Hij wist dat tegen de antwoord zou krijgen. Dat was. Ja, je zet de deur zo uit open. Nee, dat is niet zo. Dan eerst de sap maken. Ja, ik heb al een goed zo. In de wasstijl nu. Wel in de wasstijl? Nee, maar niet van de wassop. Nee. Nee, de eerste rij is gewoon sop. Wie jullie ook? Ja, ik dat toch? De eerste rij is gewoon sop en dan de volgende. De zesde en de zevende, daar werd wel wat erbij gegooid. Dat is schuim aan een beetje draven en dan weg. Ben ik gek. Het geeft allemaal niks. Het ging toch allemaal? Het ging toch allemaal? Een douchefles des schuim. Dan hadden wij schuim in de bak. Nee, maar dat kwam van eigen sop. Ach, dan wij gewassen dat. Ik weet eigenlijk niet eens waar smoederoos mee was. Ja? Met water. Met een borstel, denk ik. Nee, maar weer gezeerd. Zo? Ja, dat denk ik. In ieder geval geen shampoo, wat was het? Nee, dat was
was ze niet. Nee. Die was ze niet. En dat was een speciale wasdag, hè? Ja, daarom. Er was overal een kom. Ja, maar we hadden net een jongen van een jaar 12 en die doet het wel. Dat vind je het, denk ik. Ja. Ja, je kunt het. Dan moet je de restant melk eruit. Ja, maar bij ons deden ze daarmee de dingen, de appbouwers, met de... Mijn oma die deed dat altijd. Maar ik heb ook wel... Heb je die nog gekend? Mijn oma? Nog wel. Ja, zeker. Ja, maar ik heb thuis ook nooit. Naar het werk moet je kleren aan en dan zit er goed zin in. Het zijn allemaal ja, dat zijn allemaal. Niet te dichtbij. Ja, ja, de botten was.